137 dagen geleden werd ons zoon, broer, Peter, Olivier van Castelen, willekeurig aangehouden in Iran en opgesloten in de Evin-gevangenis in Teheran. Hoewel hij onschuldig is, kwijt hij al sinds bijna 5 maanden in volledig afzondering, weg in een cel. Gedurende de 2 eerste maanden sliep hij op de grond, in een cel zonder matras, met 24 uur op 24 de licht aan. Dagelijks wordt hij ondervraagd en ondergaat hij hierdoor een slopend psychologisch druk. Na het tweede consulair bezoek hebben we vernomen dat Olivier veel gewicht heeft verloren en dat hij leidt aan een voetinfectie. Olivier, met zijn humanitaire overtuigingen, heeft zijn leven gewijd aan het dienen van de anderen door missies te leiden voor NGO's zoals Médecins du Monde in Afghanistan en Mali en onlangs in Iran voor de NGO Norwegian Refugee Council. Vandaag heeft Olivier uw steun nodig. Wij behouden ons vertrouwen in onze diplomaten en politici. Het is voor ons familie ondenkbaar dat ons democratisch België niet alles in het werk stelt om onschuldige gevangenen uit landen als Iran te krijgen. Hoe zou u reageren als het uw zoon of uw broer was? Na zijn studies heeft Olivier ver van ons gewerkt om anderen te helpen. Help ons nu om hem thuis te brengen, zodat wij hem eindelijk in onze armen kunnen knuffelen. Van harte dank.